En Gordon zit met de handen in het haar. En ik denk dat het voor de andere juryleden ook wellicht een moeilijke beslissing is. Behalve natuurlijk voor de mensen wiens categorie het is. Nou. Wie moet er blijven? Stacy. Wat is dit? Een onmogelijk programma. U zou maar in de jury zitten. Allebei, heel veel complimenten voor deze herkansing. Hoe jullie dit hebben gedaan, ja, is... niet fucking normaal. Echt. Danielle, jij deed dit en zo overtuigend, zo goed gezongen. Jij hebt zo belachelijk veel star quality. Ik ken maar weinig mensen in Nederland die zo op een podium staan, zo'n artiest in zich hebben. Dan jouw eerste optreden van vanavond. De herkansing was 10-30 keer sterker. En Matthijs, om eerlijk te zijn, ik voelde misschien een beetje aankomen. Want jij, rock is jouw ding en dan verwachten we juist heel veel. Het viel een beetje tegen. We hadden iets meer verwacht. Maar hoe je dit ook weer doet, hoe je die zaal rent, ook jij hebt het in je, die X-factor. Ik zou een waardeloze coach zijn en ik doe het niet alleen omdat ik coach ben van haar, maar omdat ik absoluut in haar geloof. Helemaal naar wat ze nu net hier heeft neergezet. Danielle, mijn stem gaat voor jou. Ja. Opgelucht ademhalen. En door. Angela. Het was een belachelijke goede herkansing voor jullie alle twee. Ontzettend goed. Mag ik even, jongens? Is mijn momentje. Het was ontzettend goed gedaan door jullie alle twee. En waarom, Danielle, heb ik dit niet eerder gezien in de show? Want jij was vanaf het begin een van onze favorieten. Wij dachten, als een finalist heb je tot nu toe wat mij betreft nog niet waargemaakt. En nu sta je dat hier te laten zien. Maar we hebben best heel veel goede zangeressen in Nederland. En helemaal niet zoveel leuke zangers. En daar staat hij. En ik vond dat je het echt geweldig deed, Matthijs. Je pakte het, je liet gewoon zien dat jij er gewoon aankwam. Kijk, jij deed mee omdat je dacht, ik doe mee voor een lolletje. Maar jij wordt steeds beter. En met alle respect, Danielle, jij niet. Dus ik ga voor Matthijs. Danielle, Matthijs, 1-1. Ja. Nou ja, ik reageer wel meteen even op Angela, want het is niet zo dat Danielle niet beter zou worden. Ze worden allemaal steeds beter. Dus dat vind ik echt een slecht verhaal. Kijk, en hoe ze dit allebei aan het eind gedaan hebben, was gewoon sensationeel. Dat kan je niet anders zeggen. Het optreden, het gewone optreden. Blijkbaar zaten ze gevangen in iets te strak, iets te strak geregisseerd of wat dan ook. Maar nu kwamen ze allebei los. Ongelooflijk gewoon. Ze braken allebei de tent volledig af. Ja. En, maar ik vind ook dat ze allebei steeds beter worden. En dan is het maar in wie zie je nou het meeste star quality of in wie geloof je het meest. En dat is hartstikke moeilijk op dit moment. Want er staan twee mensen met ontzettend veel talent. Ik geloof zelf het meest... in Danielle, ik ga voor Danielle. Ja. What were you thinking? Wat hebben jullie gedaan vanavond? Ik bedoel, want hier staan eigenlijk twee mensen waarvan ik eigenlijk niet had verwacht dat jullie hier zouden staan. Maar op de een of andere manier gaven jullie hier net een optreden weg waarvan wij echt dachten van nou dit kan gewoon niet. Dat moet je dus in de volgende show ook gaan doen, als je dat redt. En wat ik zo leuk vind aan Matthijs is zo onbevangen en zo
eigenlijk niet met deze show van tevoren bezig geweest. En is eigenlijk heel kort begonnen met zingen van tevoren. En is het eigenlijk als een soort avontuur begonnen. En het plezier straalt er vanaf. En het feit dat je dan op zo'n stoel komt te zitten, daar lach je ook nog bij. Ja, ik neem het wel serieus. Ja, dat betwijfel ik niet aan. En dan komt Danielle en dan, dat is nu je tweede keer, weet je wel. En dan laat je toch echt merken dat je teleurgesteld bent. En een groot artiest laat nooit merken op dat moment, hoe moeilijk dat ook is, je blijft altijd lachen, want de show must go on. En als je aan mensen laat merken dat je dat niet leuk vindt of dat je het publiek gewoon dan bij wijze van spreken afkeurt, ja, dan kan het wel eens tegen je gaan werken. Dus ja, nu moet ik gaan kiezen. Aan wie heb ik het meeste vertrouwen? Ik zeg heel eerlijk dat als ik het vocaal moet gaan beoordelen en op degene die waarvan ik vind dat diegene nog een kans verdient. Yes. Sorry, lieve schat, maar dat is Danielle. Een toeval voor Matthijs na het optreden van zijn leven. Ja, dat wel. Maar ik hoop dat ik een goede indruk achterlaat. En dat ik lekker verder kan gaan. Een goede indruk achterlaat, man. Je hebt het onwaarschijnlijk goed gedaan. Ja. Het is heel moeilijk om dan op zo'n laatste moment nog alles uit de kast te trekken voor zo'n laatste nummer. Ja, Matthijs, hij zegt het net zelf ook al. Ik ga natuurlijk gewoon door. Waarom doe je mee met X-Factor? Ik zat altijd ik zat al te twijfelen om mee te doen, vorig jaar en het jaar voor. En ik dacht, nou, doe het gewoon een keer. Everybody's in a separate zone. Gordon, ja of nee? Ja. Zeg ik ook ja. Ja. Drie ja's, je bent er al doorheen. Als ik op de podium sta, dan dat vind ik super. Ik hoop dat het goed komt. Je bent door. Gefeliciteerd. Dankjewel. Top. Mooi. Wel heel cool. Matthijs, neem je aan mij. Trouwens. Zo. Ik vind je stoer, ik vind je bijna, internationaal. Zo zie je eruit en zo. Ja, ik zie wel een artiest in jou. X-Factor neemt afscheid van Matthijs. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, Matthijs. Dankjewel. En dames en heren, het is zover. Met de vogeltjes als gefeliciteerd. Meid, al je acts zijn door. Wat heerlijk. Mijn hart, Martijn. Het is zo aan het shaken. En ik ben helemaal. En dan die kutvogeltjes dansen ook nog. Maar ik ben blij dat ik hem heb mogen doen. Het was verschrikkelijk, ik weet het. Maar ja, toch weer leuk. Dat was een grote eer. Ik ben benieuwd wat je volgende week doet. Dankjewel.